Moeten we allemaal gewoon niet hebben. Oh! 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 Dat scheelt echt een centimeter. Yo mensen, Nieuwk hier en welkom terug bij deze gloednieuwe serie op mijn kanaal. Je ziet hier op de achtergrond al staan dat we Feed the Beast Departed gaan spelen. Nu zul je ook gewoon gelijk afvragen, het is Feed the Beast Departed, maar waarom heeft de titel dan gewoon eigenlijk een hele andere naam wat betreft de modpack? Nou, eigenlijk heel erg simpel. Ik wilde namelijk in eerste instantie eigenlijk één mod gaan spelen. Echt een super grote mod is dat. Maar toen zag ik ook al gewoon gelijk dat deze mod was verwerkt in een van de Feed the Beast packs. En eventjes voor de zekerheid weet je wel dat het in ieder geval een beetje stabiel is. Heb ik er gewoon voor gekozen om Feed the Beast Departed te gaan spelen. Maar, een hele grote maar, ik ga me vooral heel erg focussen op één bepaalde mod. Maar daar kom ik allemaal zo meteen op. Het ziet er allemaal heel erg goed uit. Namelijk een nieuwe microfoon, een nieuwe modpack. Wat kan er nou misgaan? Nou jongens, ik beloof jullie een heleboel. Want het is best wel een heel erg lastige modpack. En een best wel lastige mod waar ik het dus juist al over had. Ik heb hier een testwereld, maar ja, natuurlijk gaan we daar niet in spelen. Zo, we gaan gewoon een nieuwe world maken. Quinn Games. En dan gewoon, nou, blablabla. Ja, helemaal mooi, oké. Gaan we naar more world options. Yep, daar gaan we. En dan gaan we gewoon over naar, even kijken wat zit er allemaal in. Super flat, large. Nou, we doen gewoon default. Oké, allow cheats off. We gaan een mooie seed kiezen. Hashtag nieuwe serie. Mooi, oké, dan zijn we er gewoon helemaal klaar voor jongens. Dan gaan we denk ik maar gewoon de wereld starten. Create new world. En dan ga ik jullie zo meteen eventjes vertellen over welke enorme mod ik het dan heb. Want jongens, echt. Ik zal zo meteen eventjes een aantal plaatjes in het beeld laten komen. Kan ik trouwens ook gewoon gelijk eventjes nu doen. Want ja, we hebben echt nieuwe wapens. Iets van 25 nieuwe werelden. Volgens mij zelfs meer, 27 waren het geloof ik. Nieuwe monsters en noem het allemaal gewoon op. Ik heb er super veel zin in. Het wordt eigenlijk gewoon een soort van survival-achtig idee. Ik ga waarschijnlijk ietsjes minder skippen als bijvoorbeeld in Feed the Beast Infinity en de Queen, je weet zelf, pack en zo, weet je wel. Ik wil er echt een super avontuurlijke serie van gaan maken. Gewoon ten alle tijden met facecam, dus dat is wel echt een belangrijke toevoeging, denk ik zo. En net als gisteren in die ene testwereld waar ik dus een update video in maakte, of tenminste eergisteren of wanneer het ook was, heb ik weer gewoon een snowbiome. Het is echt ongelooflijk gewoon. En in deze snowbiome ben je allesbehalve veilig. Ik zal eventjes kijken of ik hier een veilige plek kan vinden. Wat dus eigenlijk al bijna onmogelijk is. Eerst even het geluid goed zetten, want dat had ik helemaal uitgezet. Even kijken. Master volume zetten we op 12. Oké, zo doen we dat. En dan gaan we gewoon kijken of we ergens een mooi plekje kunnen gaan vinden. Zet het ding nog steeds achter me aan? Ik weet het niet. Want ik wil jullie eventjes laten zien wat er allemaal in dit boekje is beschreven. Dit is eigenlijk gewoon een handleiding van de modpack. Kijk, je komt hier al gewoon gelijk. Feed the Beast Departed met allerlei soorten hoofdstukjes. Te beginnen natuurlijk bij Getting Started. En Getting Started bestaat eigenlijk ook weer uit een aantal sub-hoofdstukjes, kan je het noemen. Met bijvoorbeeld de Full Moon, de Blood Hunt, Ores and Materials. En ga zo maar door en door en door. Maar de Basic Survival gaan we allereerst eventjes naar kijken. Want hier wordt eigenlijk al gewoon gelijk aangeraden welke biomes je in het begin gewoon moet ontwijken. Nou, dat is de savanna, want daar zitten echt super veel monsters die heel erg gevaarlijk zijn. De woestijn moeten we niet heen en de taiga moeten we ook niet heen. Oké, dus die biomes moeten we sowieso eventjes gaan ontwijken. Hier staan een aantal tips wat betreft je basis. Dat je namelijk je basis het beste boven de laag 64 kan gaan maken. Omdat je dan gewoon minder last hebt van super gevaarlijke mobs die natuurlijk gewoon volop aanwezig zijn in deze pack. Je moet de grond van je huis, kun je het beste gewoon van andere dingen maken dan van gras en dirt en zo, weet je wel. Dat het in ieder geval geen natuurlijk materiaal is. Dus dan moet je denken aan, nou, ik zeg maar wat, aan steen of zo, weet je wel, dat soort dingen. Even kijken hoor. We gaan gewoon kijken of we hier in elk geval eventjes uit kunnen komen. Dat we in elk geval onszelf even in veiligheid kunnen gaan brengen. Want ja, hier komen de eerste monsters achter ons aan. En dit gaat dus de hele modpack gebeuren. Alle afleveringen ga ik sowieso keer op keer alleen maar monsters achter me aan hebben. Maar ook wel een keertje leuk natuurlijk. Al die veilige modpacks laten we een keertje achterwege. En dan gaan we nu gewoon kijken. We gaan kijken, we gaan ons geluk beproeven in deze survival serie. Ik heb er in elk geval super veel zin in. Echt super veel nieuwe werelden dus om uit te gaan checken. Meer dan 20. We gaan ons gewoon volop vermaken in deze nieuwe serie. In deze nieuwe wereld. Op deze nieuwe modpack. En ga zo maar door. Ook een oude note hier zo. Natuurlijk betekent dat ook gewoon gelijk dat Tomcraft aanwezig is. Zal ik anders even kijken of ik dat ding kan killen? Misschien kan ik gewoon eentje killen. Gewoon eventjes joloen. Moet niet geraakt worden, want het is een aardige damage volgens mij. Ik wil het niet uitproberen in elk geval. Zo, dood. Ja, dood. Oké. Okay. Allereerst, hier rechtsboven, zie je eigenlijk gewoon een aantal levels, een aantal balkjes en noem het allemaal gewoon op. Die kun je allemaal gaan controleren door middel van C, wat je al zag staan. En dit zijn allerlei soorten, ja, skills. Je hebt bijvoorbeeld Innervation, Robbery, Runation, Infusion, Foraging,
Augury, Creation, Hunter en ga gewoon zomaar door. Allerlei soorten skills die we allemaal kunnen gaan levelen als het ware. Gewoon allemaal omhoog kunnen gaan krikken door middel van minen, hunten, stelen, koken, noem het allemaal gewoon op. Eigenlijk allerlei soorten dingen heb je gewoon hier zo in deze modpack. Ik heb er super veel zin in. Voor nu ga ik ze eventjes hiden, want ik vind het persoonlijk heel erg irritant als het allemaal zo groot in het scherm staat, weet je wel. Ik kan mijn map er ook echt gewoon totaal niet doorzien en ga zomaar door. Oké, maar jongens, wat ik eventjes heel gauw ga doen, is proberen uit deze biome te gaan komen, een mooi huisje te gaan vinden, en dan kom ik zo meteen bij die terug. En inmiddels is de nacht bijna aangebroken, maar gelukkig heb ik eindelijk een mooi onderkomen weer te vinden. Tenminste, daar lijkt het op. En kijk, wat je hier ook al ziet, the night falls on the world. En nu is er eigenlijk een hele grote maar. De eerste nacht is namelijk echt een van de gevaarlijkste nachten die je waarschijnlijk gewoon gaat krijgen in deze hele serie. Nee. Af. Niet doen. Niet meer raken. Dankjewel. De eerste nacht is namelijk een zogeheten Blood Moon. Die Blood Moon komt volgens mij 1 op de 8 keer voor. Dus zeg maar per 8 nachten die je hebt, is 1 daarvan is de Blood Moon. Oftewel, daar moet je super erg uit gaan kijken. Want de Blood Moon betekent eigenlijk niet meer dat het een super gevaarlijke nacht wordt. Met heel veel monsters. Heel veel extra monsters ook. Dus ja, daar moeten we eventjes op letten. Maar ik ben er inmiddels aangekomen in een village. En die village is echt gewoon een zegen gewoon. Want ja, weet je wat het gewoon is? De eerste nacht is gewoon super kloten. Omdat je gewoon geen voedsel hebt allereerst. Dus je kan niet rennen. Die monsters zijn gewoon super snel. Het klopt gewoon eigenlijk allemaal niet die eerste nacht. Niks kan eigenlijk goed gaan. Ik ben ook een aantal keer dood gegaan. Ik ben echt 4 keer dood gegaan, 5 keer dood gegaan of zo. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat hebben jullie allemaal niet gezien. Dat vergeten we allemaal gewoon lekker snel. Daar moet je ook echt niet van staan te kijken als ik gewoon de eerste episode een paar keer dood ga. Want het is echt super moeilijk gewoon die eerste nachten. Wat ik denk het beste even kan doen is kijken A, of ik hier misschien een bed kan vinden. Sowieso een leven blijven, dat lijkt me allereerst een goed begin. En even kijken of we hier wellicht een aantal spullen kunnen gaan vinden die we hard nodig kunnen hebben. Kijk, bijvoorbeeld dit, een crafting table. Dat is al super handig. Zo, maken we even wat brood. Dan hebben we ook voor wat voedsel. En dan kunnen we daar eventjes flink tegenaan. En dan gaan we eventjes hier kijken wat we allemaal hier in de village kunnen gaan vinden. Ik ben zeer benieuwd. We gaan het allemaal gewoon zien. Even kijken hoor, wat is hier allemaal voor shit? Nou, lege kamer, dat is ook interessant. Oh, daar lopen hier ook allemaal monsters. Echt, please jongens. Waarom loop je zoveel monsters overal? Oh, daar ook. Ik ben echt blij dat hier allemaal van die adventures zijn, jongen. Van die adventures. Van die guardians zijn. Want anders was ik echt zwaar fokt hier zo. Hier zit een chest, dat sowieso. Even kijken, wat zit hierin? Appel, nice. Brood, iron en ook iron leggings. Oké. Dat is een lekker begin. Nu hebben we een beetje verdediging. Niet dat het superveel gaat helpen, maar het is een begin. Oké, even kijken. Wat zit hier in de chest? Kan ik erbij komen? Kan ik erbij? Ja, ik kan er net bij. Oké, nog meer brood. Appels, brood en oak saplings. Oké, nou lijkt het mij allereerst misschien wel slim als we hier een aantal oak saplings gaan planten. Dat we in elk geval hier een klein beetje vruchtbaar gebied hebben. Oh, what the fuck? Calm the fuck down. Ik hoor bij jullie jongens. Maar schiet ze nou op. Maar schiet op dat ding daar zo. Maar die staat een klein beetje geglitcht. Oké, nou maakt allemaal niet uit. Ik zal jullie zo meteen ook gelijk eventjes... Oh, dat was een bijzonder monster. We gaan naar binnen. Dat is dus een van die monsters die gaan spannen bij de Blood Moon. Ik weet niet precies hoe ze heten. Dat komt allemaal wel gedurende het seizoen. Dan leer ik een beetje die namen en zo, weet je. Want voor mij is het ook grotendeels nieuw. Maar dat zijn gewoon van die monsters van de Blood Moon. En in dit geval gaat hij dus gewoon blinden. Niet super handig dus. Maar ik zal jullie even gelijk laten zien waar de modlist nou precies uit bestaat. Je ziet namelijk al Advent of Ascension. Zo zou eigenlijk ook gewoon de hele serie gaan luiden. Dat zien jullie waarschijnlijk nu boven het video staan. Advent of Ascension. Dat is namelijk echt gewoon die grote mod waar ik het over had. Kijk maar, 17 pagina's vol spullen. Vol met banners wat je hier ziet. Vol met nieuwe wapens. Nieuwe dimensies. En ga gewoon zomaar door en door en door en door. Het ziet er echt gewoon ziek uit. Ik heb echt heel erg veel zin in deze serie. Wat dus een klein beetje adventure-based gaat worden. Wat meer survival dan normaal. Oh, wat hoor ik naast me? Oh, een yeti. Een fucking grote yeti. Oh, dit valt eigenlijk wel mee. Hoeveel damage idee? Oh, weer zo'n ding. Oh, ik heb er iets van een diamond gekregen. Dat is wel nice. Even kijken hoor, zo. Dan gaan we weer veilig terug binnen. En ja jongens, we zullen ook normale vanille Minecraft zombies aantreffen gewoon. Die zullen we niet vaak zien, geloof mij maar. Die zullen we totaal niet vaak zien. Maar af en toe komen ze een keertje langs. Je zult ze waarschijnlijk alleen onder de grond aantreffen, echt die zombies. Want bovengronds is eigenlijk gewoon het hele gebied al helemaal ondergespat met andere monsters. Maar, we hebben dus een icy crystal, het leek op een diamond. En hiermee kan ik nieuw armor in elkaar gaan zetten. Kijk, hiermee kunnen we dus progressie gaan boeken. Een jade... Oh, nee. Een jade kun je volgens mij onder de grond gewoon vinden met mine. Holy shit, wat is dit allemaal? Jongens, wat de hel is dit? Ja, ik ga sowieso dood nu. Dit kan nooit goed aflopen. Kom op. Ik leef nog. Ik leef niet meer. Oké, nou. Dit gaat dus de hele tijd gebeuren, jongens. Maar wat we eventjes denk ik gaan doen. Zo.
Ik steek bijna mijn eigen oog uit. Maar wat ik denk eventjes ga doen, is gewoon eventjes wat hout verzamelen. En vervolgens een mooie plek hier zo in de village vinden. En dan gaan we gewoon onder de grond duiken. En dan gaan we vanaf daar verder werken. Want ja, ik had het al een klein beetje voorspeld. Boven de grond blijven met een Blood Moon is nou niet echt bepaald een supergoed idee bij de eerste nacht. Holy shit, jongens. En ik weet niet wat ik allemaal op de grond vind. Maar ik heb nu een of andere gun gevonden. Kan dit schieten? Holy shit, het kan gewoon schieten. Een Moonshiner. Oh, dat doet misschien wel wat damage. Oké, daar gaan we zo meteen even naar kijken. Allereerst wil ik mijn graf gaan vinden. Dat lijkt me allereerst wel een mooi idee. En dan gaan we zo meteen eens eventjes minen. Maar de zon komt alweer op. Dus dat is een mooi teken in elk geval. Het is echt een super groot village, by the way. Het is echt super groot gewoon. Even kijken. Als het goed is, ligt hier mijn graf. Kijk, hier liggen dus mijn korps. Even kijken. Dan kan je gewoon rechter muisknop op doen. Dan kun je al je items terug innen. Dus mocht je doodgaan, niet getreurd, jongens. Je kan gewoon je spullen oppakken. Ze zullen niet gaan verdwijnen op de grond of zo. Je kan ze simpelweg terugpakken. Oké, maar nu ben ik heel erg benieuwd naar dit ding. Even kijken. Moet ik wel raakschieten, natuurlijk. Holy shit! Ik weet niet hoeveel levens hij had, maar hij deed denk ik wel wat damage. Oké, ik heb inmiddels even wat hout verzameld. Dan gaan we hier de overige oak saplings plaatsen. Gewoon als we zo meteen weer boven de grond terugkomen. Dat we in elk geval een klein beetje houtvoorziening hebben, weet je wel. Want we hebben eigenlijk super weinig bomen hier in de buurt. Anders moet ik weer helemaal naar buiten toe. En daar staan weer allemaal monsters en zo. En dan gaat gewoon de hele ellende weer opnieuw beginnen, weet je wel. En dan ga je alleen maar weer dood. Dan heb je alleen maar weer frustratie. En dat wil ik eventjes gewoon grotendeels gaan vermijden. Wat ik nu allereerst eventjes wil gaan doen, is gewoon een van die lege huizen gaan pakken, wat we net al zagen. Even kijken, ik zit in een lege huis. Ja, maar die is wel een beetje klein. Die wil ik dan ook weer niet. Gewoon eventjes een lege huis pakken. En dan gaan we daar gewoon een soort van eerste basis opzetten. Uiteindelijk gaan we natuurlijk ook gewoon een soort van op onszelf wonen, weet je wel, een eigen huisje bouwen en zo. Maar voor nu lijkt mij gewoon eventjes iets veiliger als ik gewoon zo'n preset huisje, ja, eigenlijk ga bewonen. Dat is wat makkelijker, want hier heb ik een klein beetje bescherming van die Guardians, wat ik net al zei. En hoef ik niet zo heel erg te zwoegen, weet je wel. Want ja, je zag aan het begin al, het is echt een vrij lastige modpack in het begin als je nog helemaal niet kan weren of iets. Oké, nou, dit wordt denk ik gewoon mijn huisje. Dan ga ik het gelijk eventjes waypointen. Waypointen, dan gaan we nieuw doen. En dan maken we hier gewoon huisje van. Huisje. Zo, zeef. En dan gaan we ons avontuur nu echt gaan beginnen. Dat was ook een lekkere Nederlandse zin. Maar dat maakt allemaal niet uit. Oké, dan gaan we allereerst een crafting table maken. Kan ik hier een crafting station van maken? Ja, dat kan ik. Oké, dan gaan we die hier neerzetten. En maken we denk ik gewoon allereerst eventjes een chest waar we alle waardevolle spullen gewoon in gaan gooien. Die ik sowieso niet wil gaan verliezen. En de Moonshiner. Wil ik die... Oh, 20 range damage staat er trouwens op. Holy shit. Dat is echt ziek veel. Moet je kijken, hij doet gewoon 20 damage en je kan hem 1000 keer gebruiken. Dat is echt super sick. Holy shit, dat is echt lekker om te hebben hoor, die eerste episode. Oké, maar wat we even gaan doen, is sowieso die armor leggings aandoen. En dan gaan we misschien eventjes met het overige hout wat we nog hebben. Ga ik een deel ervan, ga ik gewoon torches maken voor zometeen. Dat we natuurlijk wat in de grot kunnen zien. Dus pak een beet, wat doen we? Nou, 43 lijkt me wel voldoende. En met de rest gaan we denk ik gewoon een soort van armor setje in elkaar zetten. Dus gaan we bijvoorbeeld een chest maken. Oh, dat gaat niet. Oké, dan dacht dat kon. Dan wordt het waarschijnlijk gewoon met normaal hout dan. Nou, dat maakt op zich niet super veel uit. Dan doen we het wel eventjes op een andere manier. Dan ga ik denk dan maar eventjes voor de zekerheid. Ga ik hier wat hout van afwakken. Het is wel een beetje aso om iemand anders huis te pakken. Maar ja, fuck it. Zo, dan heb ik wat hout verzameld. Dus van het huisje af. Oh, what the fuck doet dat hier? Waarom zit er een yeti in mijn huis? Dit is mijn huis, bitch. Zit hij nou vast? Rip, de yeti zit vast. Faal. Oké, maar. Wat? Hoe komt hij in mijn huis? Nou, maakt allemaal niet uit. Dat moeten we maar eventjes vergeten voor we nachtmerries gaan krijgen. Kan ik hiermee wel armor maken? Kijk, hier kan het wel gewoon mee. Van Tinker's Construct. Oké, dat dacht ik al. We zitten momenteel op 2,5 bescherming. Als we al dat armor aan doen, zitten we op 4,5 bescherming. Oké, nou, het maakt een klein beetje sens. Niet superveel wat ik al zei, maar ja, het is hout. Dus we kunnen nog niet echt overgaan op de wat, ja, hogere armor tiers en zo. Maar daar komen we natuurlijk allemaal gewoon later op. Wat me nu allereerst een goed idee lijkt, is dat we een normale pickaxe in elkaar gaan zetten. Zo, gaan we dan. En dan gaan we hiermee gewoon onze reis beginnen. Ik heb er super veel zin in nogmaals. We gaan het allemaal gewoon zien. Het is volgens mij trouwens alleen wel zo dat het best wel heel gevaarlijk is ondergrond. Dus ik vrees eigenlijk wel het ergste hoor, jongens. Ik weet niet helemaal of we hier leven terug gaan komen, maar dat zien we allemaal wel. Ik moet alles in elk geval super voorzichtig aanpakken. Ik moet niet echt als een gek gaan rennen en zo. En trouwens eventjes een kleine spoiler voor mensen die bang zijn voor clowns. Volgens mij zitten er ook een soort van clownmonsters in. Zijn niet super, ja, realistisch of zo hoor, maar ik waarschuw maar vast. Voor de mensen die echt zo'n angst hebben voor clowns, weet je wel. Dat hebben best veel mensen. Wat was dat? Oh, dat was een level. Oké, even kijken hoor. Dan kan ik nu gelijk overgeschakeld op een wat betere pickaxe. Zo, dan gaan we die eventjes hier neerknallen. En dan maken we hier gewoon een nieuwe pickaxe van. Oh. Oké, jongens, ik weet niet wat er was, maar opeens heb ik 6 kool uit 1 blokje gekregen. Volgens mij levelde ik iets of zo en dan krijg je er gratis kool van. Maar
Dan wil ik eventjes terugkomen op mijn verhaal van zojuist. Ik zei net namelijk al dat ik best wel wat iron had verzameld. En dat ik met dat iron gewoon gelijk wat pickaxe in elkaar wil gaan toveren. Maar, eventjes één hele grote maar. Het is namelijk zo, er zit een mod in, genaamd, volgens mij setstones heet het. En daarmee, kijk, kunnen we coal om gaan zetten naar mini coal. En voor sommige mensen, dat heb ik ook pas vorige week geleerd zo op de stream. Die zeiden al van, zeg maar als je één coal in de furnace gooit, dan kun je zeg maar 8 items ermee smelten. Dat werd me ook van de week verteld. Dat zijn allemaal vanille Minecraft regels die ik allemaal niet ken. Maar door middel van dit mini coal kan ik waarschijnlijk gewoon zeg maar per mini coal kan ik één dingetje gaan smelten. Dat is tenminste een beetje mijn veronderstelling. Hoe ik het op ga vatten. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Gelijk even testen. Hot topic unlocked. Dat is helemaal mooi. Altijd een leuke achievement om te krijgen. Dan plaatsen we die daarin en dan gaan we nu eventjes één ironje erin gooien. En ik hoor hier monsters boven mijn hoofd. Dus wat ik ga doen voor de zekerheid is hier alles gewoon afblokken. Gewoon op deze manier. Zo heb ik al het mini coal gebruikt. Oftewel, we hebben ook gewoon gelijk 8 iron ingots binnen. Waarmee ik ook gewoon gelijk, patsboom, 2 iron pickaxes in elkaar heb gezet. Mooi. Dan kunnen we nu echt letterlijk gewoon echt definitief gaan beginnen met het afreizen naar de dieptes toe. En dan ben ik super benieuwd wat daar allemaal te vinden is. Want wat ik al zei, in deze modpack zitten zoveel nieuwe mobs. Hè. Het is echt ongelooflijk. Volgens mij zijn er 200 nieuwe mobs. Ja, ik weet niet wat ik ervan kan verwachten. Ik heb ook een beetje het idee alsof je in het donker zit dat het ook echt pikken donker is. Dat je echt helemaal geen enkele hand voor ogen meer ziet. Ik heb mijn brightness, trouwens voor de mensen die het afvragen. Mijn brightness heb ik al op bright gezet, dus daar kan het niet aan liggen. Ik heb echt gewoon het gevoel als je in het donker staat dat het dan ook echt pikken donker is. Moet je kijken hoe donker dat is, joh. Dat is echt gewoon sick hoe donker dat is. Oké, maar even kijken hoor. Kan ik hier ergens een cave vinden? Dan kan ik denk ik het best mijn dingetje, mijn map op cave zetten. Op cave system. Oh, die had ik al aanstaan. Oké, nou. Dan zal hier geen cave in de buurt zijn. Dus wat als dan gewoon rest is nog verder naar beneden toe graven. En dan komen we vanzelf wel tegen. Zolang het maar geen lava is. Want op lava zit ik dan weer net niet te wachten. Ook kunnen we natuurlijk wel gewoon makkelijk onze spullen terugclaimen dan. Maar alsnog, het is allemaal gedoe weer, weet je wel. Moeten we allemaal gewoon niet hebben. Oh! 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 Dat scheelt echt een centimeter. Ik had echt geen blokje. Oeh, dat was echt heel veel geluk. Als ik een blokje daar gewoon had gegraven, weet je wel, als ik boven had gestaan en ik dacht van, ik ga een blokje ernaast graven, had ik gewoon vol met de bakkers in de lava geëindigd. Oeh, dat scheelde niet heel veel. Oké, maar, beter nieuws, we laten al het negatieve achter ons en we gaan nu gewoon kijken wat hier allemaal voor nieuwe ores aan kunnen gaan treffen. Want hier meldt de eerste sigil aan in de vorm van Limonite ore. Oké, dit gaan we gewoon gelijk meenemen. Harvestable, no. Daar heb ik waarschijnlijk een diamond pickaxe voor nodig. Oké, nou. Maakt niet uit. Wat heb ik hier? Runium. Ook niet harvestable. Oké, nou dat gaat lekker dan. Dan is het denk ik gewoon allereerst handig dat we naar diamond op zoek gaan. Dat lijkt me nu dan gewoon allereerst prioriteit nummer uno. Even kijken. Wat kan ik hier? Echt superveel iron heb ik het gevoel. Ik heb echt heel, heel veel iron gevonden. Dat is wel lekker natuurlijk. Hier nog wat goud. Ook dat is natuurlijk gewoon voor ome Quinn. Hop, kun je die gewoon allemaal meenemen. Zo. Oké, op welke laag zit ik überhaupt? Ik zit op laag 10. Dus als ik nu ga stripminen, dan bestaat er best wel een hele grote kans dat ik met 2 iron pickaxes sowieso aan diamond ga komen. Maar de vraag is hoe groot de kans is dat als ik hier terug ga keren, dat hier dan zometeen een monster gaat spannen. Ik denk vrij groot als ik de hele zone niet oplicht hier zo. Oké, jongens. Hey, ik zat er echt gewoon bijna aan te denken, komt er überhaupt wel diamond ore voor in deze pack? Maar laat het er alsjeblieft 3 zijn, dankjewel. Oké, nou beter voor mijn leven, anders was het echt gewoon drama geweest. Ik ben serieus op de weg hier naartoe, naar die diamonds, ben ik zoveel nieuwe ores tegengekomen, jongens. Dat is echt gewoon insane, dat gaat helemaal nergens over. Vandaar dat ik ook op dag zit, er überhaupt wel diamonds in deze pack, moet ik die niet op een andere manier krijgen. Maar toen ging ik kijken bij de crafting recipe misschien voor een diamond en toen zag ik al van ja, je ziet eigenlijk helemaal geen bijzondere crafting recipe. Dus toen dacht ik wel van ja, daar moet sowieso wel wat in zitten. Maar we hebben nu een diamond pickaxe. En daar kan ik hopelijk gewoon al die nieuwe ores mee gaan verzamelen. Want wat ik net dus al zei, ik heb er echt superveel gevonden gewoon. Het was echt gewoon niet normaal hoeveel ik tegen ben gekomen. Ik heb jades gevonden. Ik heb nog meer van die andere ores gevonden. Weet je wel, die ik net al tegenkwam in het begin. Zoals dit bijvoorbeeld, een limonite. Dat kan ik nu eindelijk meenemen. Mooi, en dan kunnen we hopelijk zometeen ons allereerste goede armor set in elkaar zetten. En natuurlijk is het ook gewoon gelijk onze eerste nieuwe armor set van het seizoen. Eigenlijk gewoon van alle seizoenen, want ik heb natuurlijk nog nooit Limonite armor gemaakt. Het komt echt super veel bij elkaar voor. Wat kan ik ermee? Laten we dat allereerst eventjes op gaan zoeken. Ik kan er ingots mee maken. En dan kan ik dus gewoon de zogeheten Alcrity leggings mee maken. In combinatie met Sapphire. Sapphire ben ik ook tegengekomen. Dus dat kan ik wellicht gaan maken. Ik kan er tools mee maken. Ik kan er arrows mee maken. En ga zo maar door. Oké, en ik kan het ook gebruiken in crafting recipes van Ender Tanks en al die andere shit. Oké, nou. Mooi.
De zomers zijn weer boven aangekomen en ik heb ook gewoon gelijk het huis een klein beetje lichter gemaakt. Wellicht dat er dan geen jetjes meer in spannen, maar dat moeten we allemaal gewoon eventjes aan gaan kijken. Waar ik mee wil gaan beginnen is met het volgende. Ik wil namelijk allereerst, dit Sapphire Ore wil ik gaan smelten. Dus gaan we het als volgt doen. Zo, hier plaatsen we er gewoon twee van in en dan worden waarschijnlijk allemaal geregeld voor ons. Want met dit Sapphire Ore kunnen we een zwaard in elkaar gaan zetten. En ik ging een beetje rondkijken wat voor damage het zwaard deed. En toen dacht ik echt van, holy shit, dat is echt superveel gewoon voor, echt voor early game. Ik ga jullie zo meteen laten zien hoeveel damage het precies doet. Het is best wel veel. Want zoals jullie weten, een diamond sword geeft geloof ik 7 attack damage wat het is. Maar dit Sapphire Ingot, deze Sapphire sword, gaat echt gewoon veel meer geven. Het is namelijk niet 10, niet 15, maar fucking 17 attack damage. En we kunnen hem ook gewoon 1500 keer gaan gebruiken. Oftewel, ja, we zijn eigenlijk gewoon helemaal gesteld wat betreft het wapen. We hebben ook al dit kanon natuurlijk, wat ook al 20 damage doet. Oftewel de eerste episode. En we hebben nu eigenlijk al gewoon twee wapens. Eentje met 17 attack damage en eentje met 20 attack damage. Ik ben er super blij mee, maar laten we nu gaan kijken wat we nog meer gaan maken. We vonden het namelijk ook al Jade. En Jade wil ik ook wat van gaan smelten. Daar werd ik er 5 van gaan smelten. Dus 1, 3, 5, zo. En dan gaan we hier ook gewoon wat kool bij gooien. En dan ga ik er tussen kijken of ik wellicht buiten wat Jade's kan gaan vinden. En ik zie er ook een spin, die wil ik ook even killen voor zijn string. Die gaan we gewoon eventjes bazooka of moon dingen. Hoe heet dat ding? Moon shrine heet dat geloof ik. Kom op, raken. Dankjewel. Oké, daar ging het spinnetje. Hoe heet dat ding nou? Een moonshiner. Ja, moonshiner. Oké, even kijken hoor. Kan ik hier ergens een yeti vinden? Oké, yeti, please. Geef me eventjes een ijskristal. Holy shit, wat krijg ik hier allemaal van? Zo, dat was echt een dikke berg aan loot ineens. Oké, even kijken. Dat ding moet dood. Zo, ijskristal. Volgens mij niet. Nope, geen ijskristal. Nou, maakt allemaal niet super veel uit. Tenminste, eigenlijk wel, want ik wil echt zo'n kristal hebben. Ik heb er nog 2 nodig. En ik begin me echt gewoon steeds meer af te vragen hoeveel geluk ik eigenlijk wel niet had bij die eerste kill dat ik meteen een ijskristal kreeg. Want volgens mij zijn die dingen echt hartstikke rare als ik het zo bekijk. Ik heb nu echt letterlijk al daarna 10 of 15 van die yetis gekild en nog steeds geen ijskristal erbij. Wat is dat voor ding? Ik ga hem ook even afknallen. Ja, jullie. Of kreeg ik hem hiervan? Of kreeg ik hier dat ijskristal van? Ik weet het niet eens meer, weet je dat? Nee, hier kreeg ik dat vlees van volgens mij. Even kijken, komt nog 1 knal, is waarschijnlijk dood. Ja, oké, ja, hier krijg ik inderdaad vlees van. Oké, dat is ook wel lekker meegenomen, dat heb ik ook hard nodig. Kom op, ja, raken. En dan kunnen we nu overgaan gewoon op de melee attack. Let's go, die is ook dood. En dat geeft ons in elk geval een klein beetje vlees erbij. Maar, ik kan het gewoon echt niet voor elkaar krijgen om die kristallen te fixen, jongens. Ik heb er echt gewoon nog steeds maar eentje. En dat was letterlijk van mijn allereerste yeti kill. En daarna ben ik gewoon eigenlijk een dikke dry streak van, weet ik veel, 15 of 20 yetis of zo. Oké, nou, ik ga lekker terug naar huis toe keren. Oh, hier zijn er nog 2. Kom op jongens, stel me niet teleur. Stel me niet teleur, geef me een ijskristal, kom op. Ja, ijskristal, ja, dat was er 1 toch? Ja, ik heb er eentje, oké, thank god. Dan moet ik er nog eentje, echt nog eentje, kom op. Oké, nou de nacht gaat ook weer aanbreken zoals je hier ziet. Ik heb er niet super veel zin meer in. We gaan het gewoon lekker opschuiven. The hunt for blood has begun. Oké, nou, ik ben binnen. Oh, dit is verkeerde huis. Even kijken, waar is mijn huis? Waar is mijn huis? Dat is awkward. Waar is mijn huis? Daar, die kant op. Oké, maar dan ga ik jullie gewoon nu gelijk een belofte maken. Voor de volgende episode ga ik jullie beloven dat ik in elk geval nog 1 ice crystal ga verzamelen. Dat gaat compleet goed komen. Laat in de comments achter of jullie ook zo zin hebben in deze serie. Met nieuw. Wow, nee. Holy shit, what the fuck zijn dit? Wat de heck zijn dat? Oh, nee, af, iemand. Reaper, weg. Waar de hek ging dit over? Er zit er nog eentje in mijn huis. Ga uit mijn huis. Oh, daar is er nog 1. Oké, ik ga mijn kanon erbij pakken. Kanon, go. Die was raak, mooi. Word ik niet gebackfucked hier zo. Oké, nou, dit is wat ik bedoelde. De nacht is aangebroken. En als de nacht aanbreekt, kun je beter naar binnen toe. Oké, die is ook weer een kopje kleiner gemaakt. Nu nog een grafding in mijn huis. Waar is hij? Hier is hij. Nee, af. Iemand in je fucking mand. Dankjewel. Oké, mijn jongens, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de allereerste aflevering van deze gloednieuwe serie op mijn kanaal. Laat in de comments eens achter wat je van deze serie vindt en of je er zin in hebt om al die nieuwe dimensies uit te gaan checken. Nieuwe wapens, nieuwe monsters en ga zomaar door en door en door. Oneindig veel nieuwe dingen om te ontdekken. Ik heb er dus heel erg veel zin in, hopelijk jullie ook. Hebben ervan genoten, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Ik ben echt super benieuwd hoeveel likes we kunnen gaan halen voor deze gloednieuwe serie op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace jongens. Nee, niet weer. Net zoals jullie weg waren. Jongens, ga nou weg. Weg. Oké, dat is 1. Ho. Wat is dat? Wat is dat? Holy shit. Nee, ik heb het niets. Komt er een of ander ding om af te sprinten. Wat ik al zei, er zitten echt...